Somewhere deep in the mountains of Austria, after years of hibernating, he is back. Hallo, nou even een kort filmpje. Misschien ga ik een try-out doen. Wat veel mensen niet weten is dat ik oorspronkelijk van Usenet kom. Ik had daar een bijna dagelijkse rubriek genaamd J+T+. De try-out, en dat is nu dus, wat ik ga proberen is om datzelfde ook op YouTube te doen. J plus staat voor journaal plus omgeving. En T plus staat voor teletext plus omgeving. Het kan zijn dat ik het op deze manier ga doen. Of tegen die tijd dat ik een microfoon heb, die journaalbeelden, als dat mag. En dat weet ik eigenlijk niet. En ik ben te lui om dat op te zoeken voor de goede orde van zaken. En dan ga ik rotzooien met tekststukken, maar ik denk dat de gesproken versie beter is en de oorspronkelijke J plus en T plus was na het 8 uur journaal en aangezien buren gerucht maar tot 10 uur is, overweeg ik om het te doen na het 6 uur journaal van de NOS natuurlijk. En voor mensen die niet weten wat Usenet is, daar ging het toch wel iets grover aan toe dan op YouTube. En dat kwam omdat daar meer ouderen zaten en het was anoniemer en je kon ongeveer schrijven en schelden wat je wilde. De J+T+ van 22 februari. Plas seks hebbende politieagent beschermde Wilders. Nou, dan hebben die Usenet toch altijd gelijk gehad dat de heer Wilders van poep en plasseks hield. Voor de rest is er toch nog een weggelegd voor Nederland in het vredesoverleg in Syrië. Namelijk, ik heb gehoord dat er weinig hoop voor vrede is in Syrië. En nu hebben we toevallig die zojuist vermelde agent die aan poep en plas seks doet. Poep is één hoop stront, dus die kunnen we even naar het vredesoverleg in Syrië sturen. Voor de rest is het slecht gesteld met het milieu in Nederland en dat komt omdat veel 65-plussers nog steeds een auto hadden. Een normaal mens zou denken, hebben die lui het milieu al niet genoeg vervuild? Nee, blijkbaar duidelijk nog niet, want ze zullen nog even lekker in vervuilende auto's rondkarren. Ja, bedenk daar eens wat op 50+. Ik bedoel de 50+, de oudere politieke partij. Hè? Nee. De rest is al goed nieuws voor mensen die van echte burrito's houden. Helaas moet je dan wel helemaal naar Zuid-Afrika gaan, maar dat boeit niet. Voor een goede burrito heb je per slot van rekening toch wel wat over. Want de echte burrito's worden van ezels gemaakt. En blijkbaar worden die beesten met de miljarden afgemaakt in Zuid-Afrika. Roddels en achterklap. De kippenboeren zijn boos op de supermarkt. Nu is algemeen bekend dat ik boos ben op de Jumbo, dus die kippenboeren zullen ook boos zijn op de Jumbo. Want een beetje kip gaat daar niet naartoe, hè? Maar gooit er met eieren naartoe, uiteraard. In Nieuwegein is een grote verhuizing van een of andere pizzeria bezig, want de oplettende kijker heeft natuurlijk weten dat jaren geleden de kinderen van de keuringsdienst van Waarde hadden ontdekt dat de kaas op de pizza werd gemaakt van een soort ik heb die aflevering niet gezien, helaas iets van
oude tapijten of zoiets, weet ik veel. Vandaar de term kazemat. Voor de rest gaat het gerucht dat er morgen een na 76 jaar een nieuwe februari-staking is. Dus ik stel ook voor dat mensen daar foto's van maken, want 76 jaar geleden is dat niet goed geregeld. Maar ja, toen was er nog geen YouTube, geen Twitter, geen Facebook, geen Instagram, geen Snapchat en weet ik veel wat van zo. Voor de rest bestaat er in het politieke debat onduidelijkheid welke politieke partij nou voor de slogan is Arbeid mag vrij. Want sommige partijen zeggen we willen heel veel mensen aan werk helpen. Werk is arbeid in het Duits en vrij is vrij. Dus het zal wel een politieke partij zijn met vrijheid in hun naam. Dat kan de PVV zijn, Vrijdenkend Nederland, nee dat zal het niet zijn. Of de VVV en weet ik veel hoe al die nieuwe partijtjes zich noemen. Zo te zien was president Donald J. Trump even in New York geweest en daar zette hij de boel op stelten. Oké, eerlijk is eerlijk. Ik weet niet zeker of Donald Trump's sterbeeld stier is, maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Teletext, pagina 404. Het gerucht doet de ronde dat de Tweede Kamer een soort cafetaria heet. En bij deze roep ik op geen enkele politicus meer toe te laten. Hoe komt dat zo? In Australië heeft een serveerster in een reptiel de deur uitgezet. Dus ik stel voor dat de medewerkers van het restauratiegedeelte van de Tweede Kamer dat ook gaan doen met politici. Dat zijn immers ook reptielen. Teletext 409. Tot slot, er is eindelijk een islamitisch land wat de zogenaamde schakers, oftewel de loverboys, eindelijk voor eens en voor altijd hard gaat aanpakken. Dat staat er immers op. Teletext pagina 403. Nou mensen, dit was hem dan. Het moet nog geëdit worden en dan komt hij vanavond nog op YouTube.